kamp. Zie je toch? Oh, dat is een hele dieren in het kamp. Kou je dan is dit. Hoe kan ik kou? Het is een sideway of zo. Oh. Dit is Khao Yai Dang. Weer een beroemde kamp. Wat is hier gebeurd? Dit is leer. Ja. We hebben leer gemaakt. Dit kamp heb ik gewerkt tot het de sleutel is. Oh, ja. Dit kamp, als je nou de Killing Fields ziet, dan de openingsscène van de Killing Fields, dat begint hier. Hier in dit kamp. Dit is nou alles aan plat branden, zo. Ja. Nee, zo. Waarom dat? Bent er ziektes of zo? Nee. Er is geen zin, er is geen bloem, maar... Wat een oorlog geweest is hier. Ja, het is geweest een oorlog. Hoe zit die strootje van Iran hier, hè? Dat is wel een beetje langer. Ik werk 6 maanden in de werk. Je kent al die mensen. Je kent waar ze woonden. Je kan zo'n plekje aanwezen waar ze huis ging. Een assistent die woont een stukje gaat erop daarop. Zo even naar zijn huis raak hier in de stad. Ja. Dit was jouw werk verloren eigenlijk? Dit was mijn werk. Hier was ik protectieofficer. Dus ik ben hier een zaak in de vak. Ja. Zie je? Het begint hier ook. Ik had een soort ding bij mij doen. Ik sta nou buiten. Onze braam is plat. Al die mensen die hier wonen, die kunnen
daar zijn twee gebracht en daar hebben ze drie monden de best. Toen binnen ze. Geweld binnen ze teruggebracht naar. Of niet met geweld, maar wel met intimidatie. Dus teruggebracht naar Kuwait. Ja. Want de mensen die hier nog passen in de allerleste, die wilden niet terug naar Kuwait. Ja. Die was een bang. Ik was de angst dat je ja, of dit weet. Ja, oké. Alsof je van Vietnam was. Ja, hè. Vuurzee. Ik was voorheen het Rode Kruis ziekenhuis, waar de openingsscène van de Killing Fields mee begon. Ja. Dus dan helemaal weg, in de tijd van de maand. Een mooi stenen gebouw was dat. Een stenen gebouw met hout en ijsbosplaat. Ja. Uit de roeit hierop. Waar is dat dan? Ik weet niet waarom. Ja, de zon is donker aan de Thaise regering. Ja, het dak ligt helemaal plat. Ja. Dus ja, de zon uit de roeit. Ze waren bang dat de vluchtelingen droog zouden komen. Dat ze dan hier zo weer eens wel kunnen. Hier was de hoofdingang. Als je die eerste scène ziet met de Killing Fields, zie je hier de hoofdingang. Zie je ja. Dat is nou hier op de plat. Medische, dit was het ziekenhuis van MSF. Oh ja, er werken nog een hoop patiënten die ook hier praten en water geven en zo. Ja. Daar was de container, waar ze de dode mensen in de opbergen en daar zo. Ja, de gele ding daar. Die dingen de dode mensen in. Die door rooster. Hier zo, was dit is Taper, ja. Wat is hier het gemeentehuis dan? De verlengde van de weg. Restaurant. Oh ja, je hebt altijd een bolletje. Bolletje. Ja. Thank you.
zo'n cowboy stadje. Dodge City. Dat is de berg Oorheb. Hier zijn er een grenspost, hier zijn er een controlepunt. Taco Pass. Taco Bergpas. Ja. Gooi dan zo.